ik ben er wel trots op dat ik tuinroper mag zijn. Zo. De grootste vuurstapel van de wereld. Het Tesselse plein en de gezellige onderlinge sfeer. Duindorp is een bijzondere wijk waar vier bewoners vloggende filmsterren zijn. Vrijdag gaat namelijk Duindorp the Movie in première. Daar woon ik, achter de kerk. En gewoon een hele mooie wijk, vind ik. Duindorp! Davy is nog maar 10 jaar, maar speelt een hele belangrijke rol. Ik heb alles laten zien over de brandstapel en alle activiteiten die er omheen zijn gedaan. Ik wil laten zien wat het vreugdevuur eigenlijk is aan alle mensen. We zijn nu de voorbereiding aan het treffen voor het spandoek die op de stapel komt te hangen. Alle kinderen die gaan hun naam erop schrijven. Harder schudden jongens, harder! Hoe is het om in een film te spelen? Nou, best wel grappig, want het is wel grappig om om jezelf te zien dan, op de film. De brandstapel brengt de wijk echt bij elkaar. En bovendien wonnen de Duindorpers voor de 5e keer op rij van de buren uit Scheveningen. We hebben gewonnen met de hoogste stapel van Guinness Book of Records. Zo, en dat heb jij gewoon mede mogelijk gemaakt? Eigenlijk wel. Ben je er een beetje trots op? Ja, ik ben er wel trots op dat ik Duindorper mag zijn. Davy is niet de enige die trots is op zijn wijk. Ik voel me eigenlijk trots dat ik Duindorper ben. We hebben weer een wereldrecord neergezet. Hoofdrecord. Begonnen van Scheveningen. Mijn jaar kan nu mijn stuk. Alles en iedereen komt bij elkaar. Het is één team, één missie, hè? De film gaat niet alleen over het vreugdevuur. Er zit ook een serieuze boodschap in. Wij willen Duindorp weer goed op de kaart hebben. Minder negatief nieuws. Vechten voor onze mensen hier in Duindorp. Aanstaande vrijdag is Duindorp the Movie in de Pnieuwkerk voor het eerst te zien op het grote doek. Ik woon in Duindorp. Ja, dat moet je ik zeg dat altijd met trots. Ja. En dat moet eigenlijk voor iedereen zo gelden.